Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over Super Mario RPG, de remake die nu op de Switch is uitgekomen, gebaseerd op het origineel van de Super Nintendo. En Mario RPG, ondanks dat het origineel dus al meer dan 20 of bijna 30 jaar oud is, staat nog steeds bekend als een van de beste Mario RPG's ooit. Want deze game heeft natuurlijk de basis gelegd waar andere RPG franchises zoals Paper Mario en Mario & Luigi opgebouwd zijn. Maar nog steeds heeft de legacy van Mario RPG ook gewoon doorgeleefd in dat het zoveel nieuwe personages en vijanden en characters aan de Mario lore heeft toegevoegd. Ik bedoel, zowel Geno als Mello zitten volgens mij ook als support trophies in Super Smash. En dat zijn sowieso dus ook nog wel personages waar mensen echt met liefde op terugkijken. En ik denk eerlijk gezegd dat er dus nog wel meer personages in deze game zitten. Vooral dus in de echt extreem lange lijst van enemy types die ze gewoon nog zouden moeten terugbrengen in andere Mario games. Maar waarom Mario RPG zo'n extreem groot succes was, is dat het eigenlijk een perfecte combinatie was van een klein beetje Mario gameplay, dus hier en daar wat platformstukjes of wat meer minigame-achtige stukjes. Maar dat dus gecombineerd met de kern die echt duidelijk gebaseerd is op Final Fantasy, en het is dus toentertijd ook ontwikkeld door Square Enix deze game. En Final Fantasy was in dat tijdperk gewoon natuurlijk een turn-based RPG, en dat is dus ook precies wat je krijgt met Mario RPG, maar dan wel met de toevoeging van een soort van timing elementen. En dat is dus ook iets wat we nog steeds terugzien in de Mario en Luigi games en in de Paper Mario games. Dat op het moment dat je dus aanvalt of verdedigt, dat je precies op het juiste moment op je knop moet klikken. En daarmee kan je dus de schade die je oploopt beperken of je aanvallen net even wat sterker maken en een soort van critical hits geven. En wat dus ook heel erg tof is, is dat door de game heen vind je dus nieuwe wapens, maar die boosten niet alleen je stats, die geven je dus ook nieuwe animaties als je ze echt gewoon gebruikt voor je normale aanval. Je hebt voor elk personage ook special attacks, maar daar moet je dan dus wel een beetje mana voor gebruiken. Dus daar moet je wel op tactische momenten moet je die inzetten. Die kun je niet blijven spammen. Maar voor elk van die nieuwe wapens krijg je dus een nieuwe animatie en daarmee dus ook een nieuw stukje timing wat je door moet krijgen om die special attacks te laten raken. Als je dus de timing goed doet en je bouwt een combo daarmee op, dan bouw je dus ook een speciaal balkje op waarmee je uiteindelijk een triple move kan doen. En dat is dus een super sterke aanval waarvoor je al je partyleden gebruikt. Want alle personages die in je party komen, die staan ook op de voorkant van deze game. En dat zijn er dus 5 in totaal. Je hebt dus Mario, Bowser, Peach, je hebt Geno en Mello. En die Geno en Mello zijn dus wel originele personages speciaal gemaakt voor deze game. En ik zou dus denken van tevoren dat ik hun twee juist minder zou gebruiken, omdat ik natuurlijk een groter fan ben van Bowser en Peach. En je moet in principe altijd Mario in je party houden. Maar uiteindelijk vond ik ze alle 5 super tof en brengen ze dus ook allemaal een eigen toegevoegde waarde aan je party. Dus je wordt ook wel aangemoedigd om een beetje te switchen tussen je partyleden. En iets wat volgens mij dus niet kon in het origineel, maar wat ze wel hebben toegevoegd voor dit deel, is dat je dus ook je partyleden kan switchen tijdens de battle. Dus dat geeft je ook wel wat meer mogelijkheden voor je tactiek. Nou moet ik wel zeggen dat de game niet heel erg uitdagend is. Ik heb hem volgens mij uitgespeeld zonder ook maar 1 keer dood te gaan. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik was wel 1 keer dood gegaan toen ik de geheime eindbaas probeerde voordat ik de game al had uitgespeeld. En die kan je dus wel gewoon beter bewaren voor nadat je de game hebt uitgespeeld. Maar het is dezelfde geheime eindbaas die dus ook in het origineel zat. Ze hebben in principe daar niks aan veranderd, maar dat is dus ook gewoon 1 groot eerbetoon aan Final Fantasy. Maar je merkt in bepaalde aspecten dus wel een beetje dat dit wel gebaseerd is op een Super Nintendo game, want de omgevingen die zijn allemaal best wel klein voor de levels. Maar ik vond dat ergens ook wel fijn dat als je dus een stadje binnenkomt, dat je niet een half uur of een uur bezig bent om met iedereen te praten en zo. Dat je best wel snel gewoon altijd dat gevoel van progressie blijft houden. Want voor een RPG is deze game dus ook niet heel erg lang. Ik heb hem uitgespeeld en die geheime eindbaas verslagen in ongeveer 12 uur, denk ik. Maar er zit gewoon zo'n heerlijk tempo in en er zit zo'n goede variëteit in de enemy types en dus in die kleine stukjes tussendoor waarin je gewoon wat meer platformachtige stukjes doet met Mario. Dat die flow van de game gewoon echt heerlijk verloopt. En dat je dus wel echt uitgenodigd wordt om maar door te blijven spelen. En dat die 12 uurtjes dus best wel snel voorbij kunnen vliegen. Je kan nadat je hem hebt uitgespeeld, kan je ook nog wel de boss battles opnieuw spelen. En die zijn dan wel iets uitdagender. Dus dat is nog wel iets waarmee je nog een beetje langer kan bezighouden. Maar in principe, als je dus door de game heen gewoon elke enemy die je tegenkomt, daartegen vecht. Want je kan in sommige gevallen er ook gewoon voorbij rennen natuurlijk. Maar als je ze wel allemaal behandelt, dan
ga je denk ik niet echt moeite hebben om hem uit te spelen. Want je gaat op een best wel lekker tempo level omhoog. En dat gaat dus ook wel snel verschil uitmaken binnen je battles. Je hebt wel echt het gevoel dat je gewoon steeds sterker wordt. En zoals ik al zei, toen ik dus terugkwam bij die geheime eindbaas, nadat ik de gewone eindbaas had verslagen, toen was die ook niet meer echt een probleem. Want als je dus heel de endgame daarvoor gehad hebt, dan pik je gewoon meer dan genoeg XP op. Als je het hebt over remakes, is dit wel gewoon echt precies wat je ervan zou willen. Want als je kijkt naar de graphics van de Super Nintendo versie, die zien er natuurlijk wel echt compleet anders uit. Dus dit is niet zo'n situatie waarin ze gewoon alleen maar HD sprites erop gezet hebben ofzo. En het een klein beetje hebben opgepoetst. Dit is wel gewoon echt een remake die vanaf de grond af aan opnieuw gebouwd is. En de character designs voor alle personages zien er dus ook echt geweldig uit. En de cinematics zijn echt een aantal van de mooiste cutscenes die ik ooit heb gezien voor een Nintendo game. Sterker nog, als ze deze animatiestijl hadden aangehouden, dan had ik daarmee ook gewoon een volledige Mario film kunnen kijken. Ik denk dat het in bepaalde opzichten er dus zelfs beter uitziet dan de Super Mario Movie. Het design van Mario is misschien iets kindvriendelijker in dit deel, omdat hij gewoon wat meer klein en cutesy is en zo. Maar wanneer je hem dus ziet dansen als een van zijn partyleden level up gaat, dan zie je sowieso in dat dit gewoon de beste versie van Mario is. Ik vind dat dat dansje ook gewoon een gif of een meme of zo moet worden. Dat is gewoon iets wat we niet mogen vergeten op de korte termijn. En ja, het is nog steeds wel ergens verbazingwekkend dus dat de eerste keer dat ze probeerden om een Mario RPG te maken, dat ze het gelijk zo geweldig hebben uitgevoerd. En dat het dus misschien zelfs nog steeds de allerbeste Mario RPG is. En met deze remake heb je hiermee dus ook wel gewoon de definitieve manier om deze game te ervaren. En is het dus denk ik ook wel voor iedereen die een Switch-houder is de moeite waard als je het mij vraagt. Denk vooral als je dus ook fan bent van Pokémon, want dan ben je die turn-based combat al gewend. Ik weet wel dat er een hele grote groep mensen is die gewoon totaal niet van deze gameplay-stijl houdt. Maar zelfs dan denk ik dat het misschien de moeite waard is als je gewoon een Mario-fan bent. Want ze zetten de wereld van Mario dus echt op een geweldige manier neer. En dit is gewoon een van de leukste avonturen die Mario ooit heeft beleefd, denk ik. Dus ja, Nintendo heeft echt een geweldig jaar achter de rug. Ze hebben niet alleen fucking Zelda Tears of the Kingdom en Mario Wonder gehaald, maar dus ook nog andere wat kleinere hitjes zoals Metroid Prime Remake, deze Super Mario RPG Remake en Fire Emblem. Dus ondanks dat de Switch in een van zijn laatste jaren zit, worden we gewoon nog steeds verwend door Nintendo. En ik kan dus ook niet wachten om de Paper Mario Remake die volgende zomer uitkomt te spelen, want dat is dus denk ik naast deze Mario RPG de andere beste Mario RPG ooit. Dus ja, als je deze leuk vindt, dan is dat ook zeker eentje die je in de gaten moet houden. Maar laat me voor nu vooral weten wat jij van de Mario RPG vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.